Hartelijk welkom allemaal. We hebben weer een interessante wedstrijd voor u die over enkele ogenblikken gaat beginnen. Mijn naam is Siert. Dit zijn de elf van PEC Zwolle. Hiermee gaat de coach van start. Ze hebben hier de Hollandse school omarmd met deze 4-3-3 opstelling. Aanvallend, maar defensiever dan 4-2-4. Ja, dat klopt. Maar sommigen omschrijven deze formatie ook wel als een aanvallende variant op het aloude 4-5-1. Pakt hij de bal af. Zou wel eens wat kunnen worden. Teruggelegd via die voorzet. En daar is de openingsgoal van deze wedstrijd. Wat een opgeluchte gezicht. Dan moet je kijken. Ja, lekker hoor. Als je de eerste maakt. En fijn hè. Dat de prilstand van het bord is verdwenen. Kan hij hiermee? Kan hij dit zo afmaken? Doelpunt, hij zit erin en we staan weer gelijk. Ah, dat is toch ongelooflijk. Wat een geweldige wedstrijd is dit, joh. En het kan nog alle kanten op, hè? Onbereikbaar mooi hoog in het doel geplaatst. Daar kan hij niet bij. Formidabele goal. Vlak onder de lat. Kan er hier voor gevaar zorgen. Pakt de bal goed af. Hij werkt hem weg. En nu wordt het oppassen. De tegenstander weet hem niet af te stoppen. Hij gaat het proberen. Het spel gaat verder naar die redding. Even dat gevaar eruit halen. We beginnen aan de laatste 10 minuten van de wedstrijd. Daar gaat het balbezit. De scheidsrechter fluit voor die overtreding van PEC Zwolle. Hij krijgt een kaart voor die actie. Kleur. Geel. Niet zo heel lang meer te gaan. En met deze gelijke stand is het heel erg spannend. Nou, de reactie van de coach zegt eigenlijk alles. Die spelers van hem moeten zich niet zo laten uitlokken. De bal gaat achter. Doeltrap. Nog een keer kijken naar die situatie. Die actie waar deze speler geel voor kreeg. Prima gezien door de scheidsrechter. Dat is het einde van het duel met een gelijke eindstand. Het is een gelijkspel geworden. Niet geheel onterecht, edelachtbare Gruter. Nee. Dokter De Vos, ze waren aan elkaar gewaagd. En het zou onterecht zijn geweest als één van de twee had gewonnen. Gelijkspel is prima.
een warm welkom allemaal vanuit dit stadion. We hebben ideale omstandigheden en een prima grasmat. Dit zijn de elf van PEC Zwolle. Hiermee gaat de coach van start. Ze beginnen deze wedstrijd met 3 aanvallers, 3 middenvelders en 4 verdedigers. Ja, 4-3-3 dus. En je zult zien dat die middenvelders vrij dicht op elkaar spelen. Dat maakt het verdedigen makkelijker. Thomas Bruns. Lennart T. Het ziet er veelbelovend uit. Komt ie. Hij raakt binnenkant bal en ratatatata, hij gaat erin. Je hebt van die spelers die dit kunnen, die het er echt om doen. De bal binnenschieten via de binnenkant van de paal. En het is bovendien natuurlijk heel effectief, hè? Want bijna geen keeper kan daar nog wat aan doen. Zie me schaan, daar is de coach van. Die is goed blij, hè, met dat doelpunt. Lennart T. Schiet! En dat schot komt tegen de scheidsrechter, legt hem op de stip. Zo mag die keeper proberen om in achterstand niet nog meer te laten oplopen. Hij legt hem op de stip, maar laat zijn kaart in zijn zak, geloof ik. Dat is vreemd hoor, want voor zo'n actie hoor je gewoon een kaart te krijgen. Hij verzaakt niet en benut de strafschop. Grote tevredenheid hier bij de coach. Ja, hij ziet zijn ploeg de lakens uitdelen op het veld. En zie het, dat bevalt hem wel. Balbezit. Mooi. En daar gaat hij voor de uitbraak. Op de brommer lijkt het wel. En een vrije trap op deze positie. Dat kan wel eens heel interessant worden. Rood, geen andere kleur mogelijk. Hij liet de scheidsrechter geen keus. De arbiter heeft niet alles goed gezien deze wedstrijd. Maar dit is zo klaar als een klootje. De coach gaat wisselen. Hij schiet op doel. Wat slecht zeg. Oh, volgende keer mag iemand anders hem nemen. Maar net naast, hè. Anders was het een doelpunt geweest. Ze hijgen hem in de nek. De scheidsrechter fluit voor het einde van de wedstrijd. Wat een prestatie hier, de tegenstander met hun numerieke meerderheid. Maar uiteindelijk met lege handen aan de finish. Ja, ze hebben werkelijk als leeuwen gevochten om die overwinning alsnog binnen te slepen.
Als topscorer van de competitie krijg je natuurlijk veel aandacht. We gaan zo zien of hij ondanks alle druk het doel ook vandaag weer weet te vinden. Hallo beste kijkers en hartelijk welkom voor hopelijk weer een spannend potje voetbal. Siert de Vos, dit zijn de elf van PEC Zwolle. Hiermee gaat de coach van start. En ook de tegenpartij kiest vandaag voor een 4-3-3 formatie. Dat lijkt me positief nieuws voor de neutrale toeschouwer. Nou, wat je zegt, Siert. Ze kiezen beide voor een aanvallend systeem. En als het een beetje meezit, kan dat vandaag een hoop treffers opleveren. Het is koffiedik kijken om te zeggen wie de kampioen gaat worden, of wat is jouw gok? Ik weet het ook nog niet, Siert. Thomas Bruns, redding van het doelman. Hij neemt geen risico, werkt de bal over de zijlijn. Bij de ploegen hier hebben meer dan genoeg aanvallend vermogen in de gelederen. Wat verwacht jij vandaag van deze twee spelers? Nou, die twee die staan dus garant voor spektakel. Allebei fantastische spelers, alle reden om ze extra goed in de gaten te houden. Prima resultaat, het werd 2-0, prima. Maar vandaag staat er een lastige pot op het programma. Ik denk dat ze blij zullen zijn als ze gelijk spelen. Door die actie is hij de bal kwijt. De aanval van Feyenoord kan verder. De arbiter geeft hier voordeel. En nu krijgt hij alsnog een gele kaart. Roelof Luijgen zei altijd, wie een kaart, die hem in een kaart. Ja, inderdaad. Ik weet niet wat deze scheidsrechter voor dialect heeft, maar hij liet wel goed doorspelen. En wacht op het juiste moment om hem die kaart te geven. Komt steeds meer naar voren. Bal wordt teruggelegd op het team. Redding. Bal nog binnen de lijn. PEC mag gaan invoeren. Kunnen ze profiteren van deze pass? En met de bal aan de voet de uitbraak. En daar maken ze de eerste van de wedstrijd. Nou hoor, dik verdiend. Ja, maar die zat er ook wel aan te komen. Hè? Het loopt gewoon lekker. Ze weten elkaar goed te vinden. En als die kans daar komt, ja, dan hangt hij meteen. Hij blijft maar gaan, hij blijft maar gaan. Wat een actie. Hij komt steeds verder. Ja, en elke keer weet hij uit de greep van zijn tegenstanders te blijven. Nou, wat kan hij hiermee? Goed, zijn lichaam. Ja, een schot. En die wordt gered. En hij wilde zo graag nog een keer scoren. Maar ja, er staat een heel attente keeper op doel. Kan hij hiervoor gevaar zorgen? Langer balbezit nu. En dan goed opletten of er ergens een gaatje valt. Bal gaat richting medespelers in het centrum. Hij zit en zo wordt de voorsprong groter. Dat is een lekkere voetballer. Ja, de tegenstander zal nu echt van ver moeten komen. Hè, met die achterstand van twee doelpunten. De trainer is uiterst tevreden over wat hij tot dusver heeft gezien van zijn ploeg. Ze zijn herenmeester op het veld. Listige steekbal. Sam Larsson, voorzet naar Jurgensen. Ja, hij zit en dat is het. Toch nog iets mogelijk lijkt het. Ja, want nu is de achterstand nog maar één doelpunt. De trainer staat zich daar echt op te vreten langs de zijlijn. Ja, als ze zo doorgaan, Siert, dan blijft er van die voorsprong straks helemaal niets meer over. Er wordt gefloten, de wedstrijd zit erop.
Ze hebben er hard voor moeten knokken. Maar des te zoeter zal deze overwinning smaken voor ze. Ja, het was een echte wedstrijd. Ze zijn diep gegaan, maar uiteindelijk hebben ze gewonnen. Daar zullen ze blij mee zijn.